Er is de afgelopen weken hard gewerkt om alles in orde te maken voor een 4D-beleving. Zo kunnen deze stoelen de bezoeker alle kanten uitschudden. Naast deze effecten en natuurlijk driedimensionaal beeld biedt de 4D-bios ook andere effecten, zoals geuren, regen, sneeuw en wind. Dus je zit er echt in plaats van dat je alleen maar naar de film kijkt. Volgens filmkenner Constant Hogebos komen bioscopen constant met dit soort vernieuwingen om mensen te blijven verleiden naar de bios te gaan in plaats van thuis op de bank naar Netflix te kijken. Maar dan ga je toch meer de kant van de attractie op. En het is, de vraag is inderdaad hoe lang zo'n attractie, heel oneerbiedig gezegd, hoe lang dat stand houdt, hoe lang daar de aardigheid weer vanaf is. En dan zul je weer een overtreffende trap moeten gaan bedenken. Maar Pathé heeft er alle vertrouwen in dat de zalen vol blijven zitten. Ze zijn begonnen in Amsterdam en Rotterdam. Die zalen zitten aan de lopende band vol. We hebben inmiddels onze voorstelling ook in de voorverkoop staan. En daarvan is de eerste ook al uitverkocht. Dus het belooft heel goed, ja. En andere bioscopen in Nijmegen hoeven zich volgens Pathé geen zorgen te maken door dit nieuwe aanbod. We zien eigenlijk sinds onze komst dat niet zozeer dat wij bijvoorbeeld van Lux of van View afpakken, maar dat wij juist zorgen voor een groei van de markt. Dus mensen zijn nog steeds op zoek naar een leuk laagdrempelig avondje uit, waardoor we genoeg ruimte zien om dit toe te voegen. Ja. De 4D-zaal in Lent opent op donderdag 23 mei met de nieuwe Disney film Aladdin.